Welkom bij de Brabantse Straatkunstprijs. In de vorige aflevering zijn al 4 finalisten uitgebreid aan je voorgesteld. En nu aandacht voor de andere 4 werken. En ga naar straatkunstprijs.nl en stem op jouw favoriet. En dat kan nog tot 17 oktober. Dit is de Brabantse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in Brabant. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt. En mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte. Maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Brabant trots is. Het werkt heel eenvoudig. Brabanders nomineren hun favoriete kunst op straat. En het kunstwerk met de meeste stemmen wint eind oktober de Brabantse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op Omroep Brabant, in de kranten en op straatkunstprijs.nl. Ja, dat is het werk waar ik elke dag langskwam als ik van huis naar school en van school naar huis ging. En nou, ben ik dus jarenlang langs gereden en altijd heb ik ernaar gekeken. Altijd heeft het me op een of andere manier gefascineerd. Ik vond het niet altijd even cool of zo, maar altijd bracht het iets bij me teweeg, gedachten. Dus en het is, ik vind het nu een heel erg mooi werk, wat heel rustgevend is. En ja, met het water, geluid erbij. Een heel erg compleet werk. De fontein, de schroef van Archimedes, verwijst naar de manier waarop mensen in de oudheid water omhoog brachten. Zowel de oude Egyptenaren als de Nederlanders gebruikten de schroef. Al in de 14e eeuw werd op deze manier ons land ingepolderd. Ja, dat vind ik een werk waarvan je bijna met zekerheid kan zeggen dat niemand in Den Bosch kan komen zonder dat werk gezien te hebben. Omdat het zo'n aandacht trekt qua beeld, maar ook qua geluid. Dat het dat klateren van het water. Dat je ook gaat afvragen, hoe werkt dit? Het is bijna een mechanisme uit de klassieke oudheid, wat door Tony Gregg echt gewoon heel goed is weggezet. De fontein van Gregg is maar liefst 6 meter hoog en wordt aangedreven door een elektrische motor die zich onder water bevindt. Het werk refereert aan de eeuwige poging van de mens om de natuur te controleren. Vandaar de continue beweging waarin je, in een optimistische bui, ook de vooruitgang zou kunnen zien. En wij hebben dit werk gemaakt wat je achter ons ziet. Dat scherm aan die tv-mast. Het tekstdisplay hier aan de andere kant van het plein. En de lichtjes in het plein. Als je omdraait en dan worden je ogen ingescand. Daarop stelt die scherptecamera. Neemt de persoon op deze cirkel op. En het moment bepaalt welke kleur het plein wordt, welke kleur de tekst wordt en ook welke tekst je krijgt. Zullen we het eens proberen? Even kijken. Dit is wel een hele goede plek voor dit werk, juist omdat we zitten aan de Dansende Muziekschool. Hier tegenover zit Fontijns Hogeschool voor de Kunsten en hier recht voor ons begint het centrum. Dus vanuit het centrum heb je echt als blikvanger dat scherm. En er zitten hier kinderen op school, dus die gaan op de stip staan. En die doen er van alles mee. Iedereen heeft hier zijn 20 seconds of fame. Of dat er iemand met zijn cabrio bovenop de stip gaat staan. Om zichzelf even te vereeuwigen op het grote scherm met zijn cabrio. Ja, dat is spelen. En dat mag. Als het scherm niet gebruikt wordt door bezoekers, vertoont het digitale kunst en geeft het culturele informatie. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de mensen zichzelf kunnen zien. Voor ons heeft het wel, de pijlers van ons werk zitten erin. We zijn er heel trots op, ja. Ja.
De Swing in Eindhoven werd genomineerd door kunstenaar John Kurmeling. Toen ik de eerste keer zag, was in 1977. Dat is al 30 jaar geleden, of nee, langer, 35 jaar terug. Maar je kent het al van dat het er net stond? Het stond er net, ja. Een vriend van mij zei, hey, je moet nou eens kijken wat ze aan het bouwen zijn daar. Dat is geweldig, heel supergoed. Ik deed net, bijna 10 jaar bouwkunde toen. En oh, kijk, godverdomme, gaaf, ongelooflijk goed. En hoe zit dat ding in elkaar? Je ziet hem zo, het is een driehoek. En je iets verderop, dan begint de hele zaak erop van elkaar te draaien. Dat hij had een lijstje. De kunstenaar? Want, ja, de kunstenaar had een lijstje thuis staan. Dat lukte allemaal niet zo. En dan, godverdomme, kudding. En geeft een lel tegenaan. Dat ding dat staat zo. En dan komt er een ander kunstenaar kwam op bezoek. En zegt, god, dat ziet er wel goed uit. Echt waar? Is dat het verhaal? Dat is het verhaal, ja. En ik kijk naar dat ding en dan zegt hij, goh, ja, inderdaad, dat is heel goed. Jij zegt, als ik je vraag van waar moet zo'n kunstwerk aan voldoen? Hij moet iets opleveren in de ruimte waar hij staat. Dat moet mooier zijn dan daarvoor. Ja, het lijkt me als dit hier gewoon een kaal grasvlak is. En dan rijden gewoon wat auto's. En je ziet dan dat gebouw, dat soort architectuur en dat soort dingen. Nou, dat is echt, ja, ik kan wel zeggen, vrij depri. Deprimerende architectuur. Dus het leidt eigenlijk af van lelijke gebouwen. Dat is er ook nog goed aan. Nou, het is in ieder geval één goed ding in de buurt. Dat is toch wel erg goed, ja. En dat je vooral het gedraai van die auto's en dat je het optimaal daar gebruik van maakt. Van dat je zelf continu een andere plaats inneemt en daardoor het ding anders ziet. En dat is natuurlijk bij ieder beeld zo. Als ik zo zie, ik jou voorkant, ja? Zie ik nou dit. En dat is natuurlijk ook. Ja, dat, ook heel anders, dat hè? Dat is ook continu helemaal anders, ja. Ja, maar ik ben ook een soort kunstenaar. Maar dat weet je van tevoren dat het zo uit gaat zien. Maar dit is het. Ja, hier is het totaal, verrassend van, omdat het echt anders is. Ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja. Deze uitkijktoren is 18 meter hoog en kijkt uit naar Breda, maar ook terug richting Etten-Leur over het bos heen. We hebben deze plek gekozen vanwege een aantal kruisingen die hier liggen. We hebben de hoge snelheidslijn die langs komt rijden. We hebben het verkeer, de snelweg, de A16 en de afslag naar de A58. Dus je hebt een heel mooi zicht op deze infrabundel. Het waait een beetje, het is een mooie herfstdag. Dus de toren gaat een beetje heen en weer. Maar dat hoort erbij, constructief. Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit de trapprincipe. Je hebt een trap nodig om omhoog te klippen. Die gaan een paar kanten op, daardoor krijg je bordessen met uitzichtmogelijkheden. En dat voor de rest moest het gewoon een hele brede trap zijn die uitnodigend is. En links en rechts wordt die alleen maar opgesloten door de constructie. Dus wat je eigenlijk in hoofdlijnen ziet, is een zigzagvorm, zoals je het wil noemen, die gewoon de trap volgt. En een ander belangrijk onderdeel is ook de transparantie. Dus ik wilde niet een heel dominant aanwezig element moest het zijn, maar het moest ook in dit landschap passen en het moest ook transparant zijn. Het leuke hieraan vind ik dat mensen het ook als een kunstwerk zien. Als je op de snelweg rijdt of je zit in de trein en je komt langs, dan zal het misschien wel bijblijven, althans dat hoop ik. En het wordt vervolgens ook gebruikt. Dus het is wel leuk dat het een kunstwerk is wat je gewoon echt kunt gebruiken, waar je in kunt klimmen. Het is eigenlijk wel een uitnodiging om uit dat blik te komen wat daar voorbij raast en eens een kijkje te komen nemen hier. Dit waren de laatste finalisten van de Brabantse Straatkunstprijs. Nou, je hebt ze nu alle 8 kunnen zien, maar welke is nou jouw favoriet? Je kunt nog stemmen om precies te zijn tot maandagochtend 10 uur. Dus doe dat nog dit weekend op straatkunstprijs.nl. En volgende week wordt het heel erg spannend, want dan wordt duidelijk wie de Brabantse Straatkunstprijs 2011 wint. Tot dan! Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 17 oktober kun jij meebepalen welk kunstwerk de Brabantse Straatkunstprijs wint dit jaar. Ga naar de website om te stemmen of gebruik de gratis Straatkunstprijs Layer om
met je smartphone mee te doen.